Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Martijn van der Linden en vandaag is de gast Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, oprichter en lid van de Sustainable Finance Lab, ex-kroonlid van de SER, ex-directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en auteur van verschillende boeken, waaronder Een vorm van beschaving en Sustainable Civilization, waarover we vandaag in gesprek gaan. Welkom Klaas. Dank je wel. Ja, leuk dat je hier bent. We gaan vandaag met je in gesprek over een aantal boeken die je hebt geschreven. Dus we beginnen heel abstract, heel theoretisch en dan zakken we langzaam af naar concrete voorbeelden over de politiek, de wetenschap en het financiële systeem. Ja, zou je kort kunnen beschrijven wat de essenties van je boeken, wat je erin beschrijft? Die boeken gaan eigenlijk over onze beschaving, over duurzaamheid zou je kunnen zeggen. Ik ben dus in deze wereld gekomen via milieu en duurzaamheid. En de grote vraag bij duurzaamheid is, als je praat over duurzame ontwikkeling, wat wil je eigenlijk ontwikkelen? Wat vind je van waarde om in de toekomst te ontwikkelen? Meer vliegtuigen, meer auto's, vliegende auto's, zelfsturende auto's of goede boeken, muziek, kunst, cultuur. Allemaal vragen over waarden. En die beschaving heeft alles met die waarden te maken. En nou is het idee dat als je dus kijkt naar het menselijk waardepatroon, dan vind je daar min of meer iets wat je aangeeft krijgt uit de cultuur, maar ook als je mensen op straat enquêteert. Een waardepatroon wat twee grote assen heeft. Eigenlijk in de verticaal bevinden wij ons tussen het materiële en het niet-materiële, het geestelijke zou je kunnen zeggen. En in de horizontaal tussen je eigen ik, je eigen ego en het collectief, tussen het subject en het object. En in dat spanningsveld, daar bevinden wij ons. En dan kan je ook je plaats kiezen. Je kunt meer belang hechten aan je eigen ego, je eigen oriëntatie op jezelf, ook materieel. Of meer opgaan in de totaliteit, de club, Ajax bijvoorbeeld. Je kunt meer in de materie zitten, ik ben mijn auto. Of meer in ideeënwerelden of religieuze overtuigingen nastreven. En dat zijn dus allemaal vrijheden die we hebben in dat waardepatroon. Maar je betrekt het niet alleen op individuen, maar ook op beschavingen. Precies. Dat waardepatroon, dat geldt en waar we ons bevinden en de vrijheid die we daarin hebben, dat geldt voor het individu, voor jou en voor mij, maar ook voor de samenleving als geheel. En nou is de clue dat wanneer je dat waardepatroon niet in balans houdt, maar dat het, wanneer dat heel erg eenzijdig wordt, dat je dan eigenlijk als persoon in een psychose komt, dan ga je dus bepaalde aspecten van je eigen zijn ga je opblazen tot enorme proporties. Dat is dan een psychose. En als dat in de samenleving gebeurt, dan is dat ook een psychose. Maar dat ontaart dan in de vorm van een karikatuur of een catastrofe zelfs. En wat zijn voorbeelden daarvan, van die catastrofes op groot niveau? Die catastrofes zijn door de eeuwen heen. Je zou kunnen zeggen namelijk dat onze geschiedenis een soort zwerftocht is door ons eigen waardepatroon heen. Dus we hebben een periode gehad, middeleeuwen, waarin dus het institutioneel religieuze, dus het collectief spirituele, in de georganiseerde kerk, waarbij er één waarheid was, uit de hand gelopen is. Inquisitie, 1600 jaar verschrikkelijke toestanden, tot 1650 in Europa ISIS-achtige vreedheden in de strijd om de ene waarheid van geloof tegen geloof. Daarna hebben we dan dus de ultieme vorm gekregen van het collectief, de staat, ook in het Stalinisme, en de koning, die met zijn goddelijk recht de alleenheerschappij had, ook uit de hand gelopen, Franse revolutie gekomen. Uiteindelijk ook de wetenschap en het nazisme heeft daar ook alles mee te maken met de ontaarding van het neo-darwinistische denken. Weer een catastrofe. En in onze tijd hebben we de catastrofe, toch, van de ecologie. Waarbij dus de aarde zwaar wordt uitgeput doordat wij al onze waarden menen te moeten zoeken in de materie. Mm-hmm. En we moeten dus gelukkig worden van die spullen. En dat lukt niet. Dus we moeten meer en meer en meer spullen aanboren. Wordt die aarde uitgeput, ecologische crisis, klimaatverandering. En de wereld draait dus door, nu naar die oriëntatie die nog meer ligt aan de kant van het materiële, maar dan weer in plaats van het collectieve, weer het individuele terug, het egocentrische. Ja. En dat vind je dus nu terug in onze huidige maatschappij die we buiten de deur aantreffen, waarin alles gaat om de zintuigelijke ervaring, waarin hebzucht de nieuwe moraal is. Het gaat in jouw eigen lijf,
Je eigen fysiek, ja. Dus een enorme fascinatie met het eigen lichaam. Seks, drugs en rock'n'roll. En de grote banken, die dus dat helemaal, die vermaterialisering van de wereld tot het maximum drijven. Want je zegt dus eigenlijk dat we in deze tijd ook fundamentalistisch zijn? Ja, het idee is dus dat fundamentalisme, dat is dus die ontaarding van de samenleving, ja, in zijn eigen psychose. Waarin dus een bepaald aspect zo gaat domineren dat het een probleem wordt. In onze maatschappij zitten wij dus helemaal in die gevangenis van het fundamentalistische materialisme en individualisme. En aan de overkant van dat waardepatroon, van die cirkel met dat kruis, ja, erin. Dus hier materieel, immaterieel. Nee, immaterieel, materieel, collectief, die twee, ja, assen. Ja, precies. Daar zit dan dus de religieuze oriëntatie van bijvoorbeeld de islam, ja, in zijn extreme vorm, ja, althans. Waarbij dus de waarheid wordt toegeëigend. En dus dat idee dat er één waarheid is in die collectiviteit. En wij hebben hem. Dat is dus de kern van het probleem. En beide, dus die fundamenteel het religieuze in zijn extreme, ja, vorm. En ons individueel materialisme in zijn extreme vorm. Zijn even fundamentalistisch. En ook in die zin even immoreel. Omdat ze dus afbreuk doen aan de samenhang van dat waardenpatroon. Ja. En die samenhang noemen wij de menselijke waardigheid. Ja. Dat zijn die waarden die typisch zijn voor ons mensen, die dan met elkaar in evenwicht zijn. Maar in je boek pleit je net als Aristoteles voor het midden. En je zegt, ja, dat in heel veel culturen of in heel veel culturele tradities, dat in heel veel teksten van kerken, in heel veel filosofieën, in heel veel theaterstukken, dat dat eigenlijk pleidooien zijn voor het midden. En kun je, ja, daar enkele voorbeelden van noemen? Het komt dus op neer dat als je dat beeld bekijkt, ja, dan dat hier het collectief zit aan de rechterkant, het individuele, hier het geestelijke uiteraard en het materiële, dan vind je dus dat ook in, we zien dan een Keltisch kruis, ja, en dat Keltisch kruis dat verbeeldt ook dus die twee grote assen waarin wij dat evenwicht moeten zien te bewaren. Wanneer je kijkt naar sprookjes, dan gaat het ook allemaal om dat midden. Daar is dan doorgaans de prinses wordt daar verbeeld. Ja. Dat is eigenlijk het bewustzijn van dat midden. En die wordt wakker gekust door de prins die met zijn lagere ego van rechts komt en dat midden moet zien te bereiken. Soms moet hij dan door 33 doornroosje doornstruiken heen, ja, om dat midden te bereiken. Bij Shakespeare, daar vind je dus dat die 12 comedies die Shakespeare geschreven heeft, dat gaat over de krachten naar dat midden. Dit zijn middelpunt zoekende krachten. Daarom zijn het comedies, het loopt goed af. Bij die tragedies zijn die krachten naar de buitenkant het sterkst. En dat eindigt allemaal in een tragedy, in een catastrofe. Ja. Dus is in die literatuur, voor de muziek geldt hetzelfde, de Zauberflöte van Mozart bijvoorbeeld, gaat ook allemaal over dit thema. Cultuur, daar is dus iedere keer de waarschuwing, kijk uit dat je niet eenzijdig wordt, want daar vind je dan de tragedy, de catastrofe, en versterkt die middelpunt zoekende krachten, waar dus de samenhang in je eigen waardepatroon intact blijft. Ja. Dus blijf je realiseren dat je een mens bent van vlees en bloed, maar ook een geestelijke kwaliteit hebt. Blijf je realiseren dat jouw ego ook een fundamenteel onderdeel is van het grotere geheel. Dat er hele sterke verbindingen zijn en dat bij elkaar gehouden moet worden. Ja. Maar we zien dus dat de mens dus constant naar een extreem gaat. Een extreme, ja, ideologie. Precies. Dus eigenlijk buiten die cirkel terechtkomt. Ja. En de taak is dus van ons allemaal om het midden te zoeken. Om het midden te vinden. Om dat zo te organiseren. En je, ja, kunt voor jezelf kan je daar natuurlijk, ja, moet je daar aan werken. En je voortdurend afvragen waar je daarin zit. Dat kun je dus ook doen door vanuit je eigen positie voortdurend je af te vragen hoe dat met de anderen zit, aan de andere kant. Waarom doen die mensen zo? Zelfs die ISIS-mensen. Waarom doen ze dat? Kun je daar, ja, iets van begrijpen? Op die manier blijft die samenhang dus intact. En wat je dus ook moet vermijden, en dat is een organisatorisch vraagstuk in de samenleving, dat die samenleving zover eenzijdig wordt dat het een probleem wordt. En dat is een kwestie van organiseren. Ja. Ja, en wat ik zelf heel opvallend vind is dat je zegt dat de verlichting eigenlijk is mislukt. In de zin dat het niet gelukt is door moraal op ratio te baseren. Ja. En ja, wat is een alternatief daarvoor? Het probleem was met dat we dus die verlichting hadden. Je moet je voorstellen dat als we hier die geestelijke kant hebben en dat individuele zit hier aan die linkerkant, dan is dus de kerk, die is dus heel sterk dominerend bij die collectieve geestelijke oriëntatie eeuwenlang. Ja. Dan heb je een moraal van de kerk, ja, de openbaring, de Bijbel, ja, met althans, gevaarlijk, de interpretatie die daar dan door zo'n specifieke kerk
katholicisme, islam of whatever, aan wordt gegeven. Dan dalen we eigenlijk af naar die meer die materiële kant. Dan denken we, nou, die kerk, dat is ook maar zo wat. Galileo tegen de paus. Galileo heeft gewonnen. En dan krijgen we de verlichting als een periode waarbij we dus zeggen, die moraal, dat gaan we nou zelf wel even bedenken. Op grond van ons eigen menselijke verstand. Dus dan duiken we eigenlijk toch iets meer de materie in, want dat verstand heeft veel met die materie te maken. En dan gaan we dus dat daarop proberen te baseren, maar dat is een proberen, want dat lukt dus niet. Mm-hmm. En de clue is dat we dus nu ons eigenlijk aantreffen in een wereld waarin we die moraal van de kerk niet of nauwelijks meer hebben. Die is langzamerhand weggeëbd. Er is geen nieuwe moraal voor de plaats gekomen. Dus we blijven dus nu amoreel, stuurloos achter. En wat er nu in de wereld gebeurt buiten, dat heeft alles te maken met het feit dat we geen moreel kader meer hebben waar we elkaar ook op kunnen aanspreken. Ja. En ik hoop wel dat deze notie dat een beetje terugbrengt. Omdat daar dat idee van Aristoteles dat er het goede het midden is tussen twee kwaden, voor al die tegenstellingen in die cirkel, dat ook daaraan kan je een nieuwe moraliteit ontlenen. Ja, want Luyendijk die zegt dus in zijn boek eigenlijk dat er in de financiële sector amoraliteit heerst. Ja. En dat zegt dus eigenlijk dat het dus geen midden is. Want er zijn geen goed en slecht. Het is amoreel. Ja. En dan is de vraag, kan dat überhaupt natuurlijk? Nee, dat kan naar mijn smaak niet. Alle handelen is moreel handelen. Er zijn menselijke handelingen dragen bij aan de samenhang van het geheel. Mm-hmm. Onze menselijke waardigheid. En andere handelingen of stappen die doen dat dus niet. Die, mm-hmm. die fragmenteren alles. Mm-hmm. En die fragmenterende kracht, die kan je dus toch als die wordt immoreel zodra die zo eenzijdig wordt dat de samenhang met die andere waarden verloren gaat. Mm-hmm. En in het financiële bestel, daar zie je dus ook de omkering van doelen en middelen. Mm-hmm. Dan is dat niet meer dienstbaar aan dat grotere geheel, de waarden die wij in die cirkel koesteren. Ja. En dan spreek je dus over immoreel. Ja, want je bent eigenlijk na de financiële crisis in het financiële systeem gedoken. Je bent oprichter van de Sustainable Finance Lab en je hebt daarbinnen onderzoek gedaan naar monetaire systemen en alternatieve monetaire systemen. En vooral het onderwerp geldschepping gemodelleerd. Ja. En zou je daar eens de essentie van kunnen samenvatten? Het hele idee is dat je, we zitten dus nu met dat financiële bestel heel erg in die rechtsonderhoek, hè, van materie en het individuele. De hebzucht hebben we het over gehad. Het geld wat dus alles bepalende waarde wordt, die niets meer te maken heeft met de echte waarde, maar alleen maar de waarde voor zover die in dat deelsysteem tot uitdrukking komen. Dan is dus het maken van geld, wat een waarde vertegenwoordigt, een ruil is die waarden uitwisselbaar maakt, dat is heel cruciaal. Aristoteles, die ook daar weer actief was, die zegt dat geld voortkomt uit de wet en niet uit de natuur. Dus niks schelpjes, kralen enzovoort. Of goud. Geld is een afspraak tussen mensen in dit spanningsveld van dat waardepatroon. En de waarde die we met z'n allen creëren daar in die samenleving, wanneer we dus meer hebben van een heleboel dingen, van auto's, vliegtuigen, treinen, maar ook scholen, kennis, literatuur, kunst, muziek, dat is een waarde van ons allemaal. Mm-hmm. Als in die samenleving die echte economie dat soort dingen toenemen, meer auto's, meer vliegtuigen en meer muziek, dan moet je ook meer geld hebben in omloop om de prijs constant te houden. Ja. Het constant houden van de prijs is altijd het doel van centrale banken geweest. Omdat anders mensen inflatie zien. En dat heeft een heleboel nadelen, vooral voor armere mensen. Dan wil je dus de prijs constant houden. Nou, om dat te doen moet je dus geld bijmaken om die auto's bij te houden die er meer zijn. De vraag is alleen maar, wie mag dat dan of wie moet dat dan doen? Ja. Aristoteles zegt de overheid. Ja. En wij hebben een situatie dat helemaal gegaan is voor 97% naar private banken die dat geld maken. En dan wordt dat geld niet besteed aan wat wij van waarden vinden met z'n allen in die witte cirkel. Maar dat geld wordt besteed aan die activiteiten die het hoogste rendement in geld opleveren. En dan kun je er rustig van uitgaan als dat meer is dan 6%, dat je over roofbouw spreekt. Mm-hmm. Dus dat hele systeem, dat is de roofbouw op de aarde wordt daardoor gestimuleerd. Ik ben dus een milieukundige van huis uit en ik denk dat de grote vraag naar het milieuprobleem uiteindelijk niet ligt binnen dat milieu zelf. Dat snappen we allemaal best wel aardig hoe dat allemaal functioneert. Dat ligt bij de buren in de tuin van het financiële bestel. Daar zit de motor van het tot markt maken van de wereld en een voortdurende verdergaan van de benutting van die wereld, ook in termen van zijn eenvoudige roofbouw. Ja, want je hebt dus een publiek-private onbalans eigenlijk, maar dat zie je natuurlijk op veel meer fronten. Na de val van de muur is eigenlijk alles geprivatiseerd. En als ik je betoog hoor, dan is dat onwenselijk. Ja. En hoe kan dat proces worden omgekeerd?
door die balans te sturen. Ja. Dus we hebben dus nu die situatie, inderdaad, dat toen die muur viel, zaten we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, aan deze kant van dat schema. Toen was dus de collectieve waarden die daar van het experiment in het Oosten, communisme, tot karikatuur zijn geworden. Stalin enzovoort. Waarin dus het individu rechts niet bestaat. Ja. Als je als individu iets te melden had in Rusland, dan verdween je achter de Oeral. Toen zijn wij met z'n allen, toen die muur viel, toen riepen wij, hoera, wij hebben gewonnen. Dat riepen we ook in Den Haag, in de hoogste kringen. En toen zijn we dus alles wat los en vast zat, wat publiek was, van ons allemaal, zijn we gaan privatiseren. Dus toen renden we eigenlijk van de ene kant van het schip naar de andere kant, om daar bijna kapseizend overboord te vallen. En nu hebben we dus een wereld waarin Thatcher, there ain't no such thing as society, de maatschappij, de samenleving, links bestaat niet. Er zijn alleen maar individuen. Mm. En die zijn bezig met hun eigen belang. En dat is dus nu het grote probleem daar geworden. Dus die, terwijl die verhouding links-rechts, dat is een publiek-privaat balans. En dat zou je kunnen organiseren door te zeggen, nou, er zijn een aantal dingen die zijn niet te koop. De natuur is van ons allemaal. Grondstoffen hebben we bepaalde opvattingen over. We laten dus niet toe dat al dat soort dingen maar wordt toegeëigend. Ja, maar we zien dus dat er een soort economische ideologie is ontstaan, dat alles is geprivatiseerd, dat alles gedacht, ja, de markt kan het beste oplossen, of het individu die zijn eigen belang naast heeft, dan komt het op markten goed. Ja, is eigenlijk de notie van het collectief is verloren gegaan. Ja. En dus wat zou dan de rol van de economische wetenschap in dit proces moeten zijn? Die zou moeten zijn dat wij in ieder geval die waardeschepping, want dan komen we terug op die geldschepping, dat de publieke ruimte wordt herontdekt. Dat we dus zeggen van deze natuur is van ons allemaal, maar die geldschepping, dat is ook wat wij daarmee doen, is ook van ons allemaal. Ja. Dus als wij dat geld maken, dan praat je over voor Nederland in de orde grootte van 25 miljard per jaar, hangt af van hoe de echte economie buiten dus groeit. We zouden ook onze staatsschuld van honderden miljarden zouden kunnen afbetalen. Dat geld zouden we allemaal kunnen besteden aan die echte economie. En dan zouden we dat in de parlementaire democratie kunnen bespreken wat wij van waarde vinden. En dan geven we dat geld misschien aan onderwijs. Discussie deze dagen opnieuw. Mm. Begrijpelijk. Ja. We geven het aan infrastructuur. We geven het aan een transitie naar duurzame energie, die we fluitend kunnen doen met dat geld. Ja. Dus een heleboel van die problemen, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, die worden dus echt, naar mijn overtuiging, ineens opgelost wanneer we dus inzien dat die geldschepping geen private aangelegd is, maar het recht en de plicht van de overheid, het publiek, en om die manier richting te geven aan de samenleving. Lincoln had het ook al bedacht, heel lang geleden, en die zei, die geldschepping door de gemeenschap, door de overheid, dat is de overheids meest creatieve en richtinggevende kracht. En die laten wij nu gewoon over aan private partijen, die dat verkeerd richten, met alle respect, op die roofbouw. Ja. En we hebben de afgelopen jaren een aantal keer samen ook geprobeerd het onderwerp te agenderen in Nederland op verschillende plekken. Maar dat is heel, heel moeilijk, of dat loopt heel moeizaam. En wat zie jij daarvan als de belangrijkste oorzaken? Martin Wolf, de belangrijkste financiële journalist van deze wereld, van de Financial Times, die heeft dezelfde opinie als ik hier verwoord. Of omgekeerd, kan je zeggen. Hoe dan ook, die is erg bezorgd over de enorme macht van en de belangen die daarachter schuilgaan. Je praat over gigantische bedragen. Realiseer je dat de afgelopen 25 jaar private banken voor 700 à 1000 miljard in Nederland aan het geld hebben gecreëerd, wat ongeveer eenzelfde orde van grootte revenue oplevert. Mm. Als je de spread neemt, het verschil tussen in- en uitleenrente. Voor die banken, dat geld, dat zou dus, is die overheid misgelopen. Die belangen zijn dus gigantisch. Ja. En die zullen zich daar ook tegen verweren. En Martin Wolf, die was op onze conferentie in Amsterdam in november 2016. En die zijn laatste sheet liet diagonaal de tekst zien, wanneer het ging over, zullen dus die tegenkrachten, de private krachten die wij hier hebben, die zullen alles proberen om toch deze gedachte te weerleggen. En zijn conclusie was in koeiletters op het scherm, and they will succeed. Mm-hmm. En ze zullen daarin slagen. Mm-hmm. Dus de belangen van bestaande krachten zijn heel groot. In mijn vak, duurzaamheid, daar is Jared Diamond een grote naam. Het boek Ondergang Collapse heeft allemaal culturen onderzocht, Paaseiland enzovoort. Waaraan gingen die mensen nou ten onder? Waar ging het mis? En dan is de conclusie, na 1000 pagina's ongeveer, in mijn woorden, dat die mensen allemaal het probleem wel zagen,
aankomen, maar dat de oudere, belanghebbende generaties, de jongeren, ervan weerhielden om zich tijdig aan te passen. Nou, dat zie je hier dus bijna dagelijks voor je. Dat er babyboomers zijn die op hun plek blijven zitten en bestaande belangen verdedigen. Ja, grote, grote financiële belangen, bestaande structuren, bestaande instituties die eigenlijk overleefd zijn, die dan dus blijven. En dan kom je terecht bij de filosofieën van grote sociologen als Toynbee en Sorokin, die bui al lang zagen hangen. Want dat proces waarbij dus belanghebbende groepen eigenlijk in het defensief gaan en die veranderingen, aanpassingen aan wat er gebeuren moet, nieuwe bedreigingen tegenhouden, dat is van alle tijden. Mm-hmm. En zo zijn een heleboel beschavingen ten onder gegaan. En je zit met Bert de Vries samen in de Sustainable Finance Lab. Als twee niet-economen. En de overige mensen zijn volgens mij allemaal econoom. Ja. En ook daar zien we dat er dus niet echt een eenduidig geluid komt op dit onderwerp. Nee, wij menen aangetoond hebben dus met ons werk de afgelopen jaren, waarbij we een model hebben gemaakt, een computersimulatiemodel, waarbij we de echte economie verbinden met het financiële bestel. Mm. Dat doen economen sporadisch zelf, merkwaardige wijze. Daarin kun je heel goed begrijpen hoe dus door dat geld maken, het teveel geld maken, hollende inflatie over de afgelopen jaren, door die private geldschepping, hoe dat dan tot die booms en bustcycli leidt, tot de ups en downs, de groei en de dip in die economie, de crisis van 2008 onvermijdelijk was, hoe je dat kunt begrijpen. En als je dan in zo'n computer het spel speelt dat we als gemeenschap dat geld gaan maken, dus op het moment dat het 2008 is en we denken, oei, dat gaat allemaal niet goed, dan gaat die overheid dus zelf geld scheppen om, en dat besteden in die echte economie. Die gaat spoorlijnen aanleggen, die gaat meer onderwijzers aanstellen, of meer politieagenten, of meer de belasting verlagen. Je mag het zeggen. En dan gaat die echte economie op gang komen. En dan voorkom je dus die dip. Dat heet heel ouderwets Keynesiaanse stimulering. Maar waarom is het zo makkelijk of zo moeilijk om die econoom weer achter te krijgen? Geen idee. Het hele idee, we hebben er, moeten we natuurlijk ook onderkennen, we hebben er jaren over gedaan. Voordat we ook directeuren van banken in de aula in Utrecht bij onze eerste bijeenkomsten ervan hebben kunnen overtuigen dat zij geld aan het scheppen waren. Dat heeft heel lang geduurd. Het kantelpunt is gekomen toen de Bank of England op een gegeven moment op haar website een stuk plaatste, ook dankzij het werk van Michael Kumhoff en dergelijke, die eraan gewerkt hebben. Jawel, wij scheppen geld. En toen is dus schoorvoetend is de rest meegegaan. Maar nu ontmoeten we nog steeds een heleboel mensen die zeggen van, het kan niet waar zijn. Het is wel waar. Mm-hmm. En dan misschien even een heel ander onderwerp. Misschien het politiek systeem. Want daar zien we dus ook dat er volgens mij extremen worden opgezocht. Dan kun je aan het PVV denken, maar ook misschien aan de Partij van de Dieren in de andere kant wat extreems voorstelt. En ook daar pleit je dus eigenlijk voor het midden. En wat we dus zien is dat sociaaldemocratie, wat denk ik het klassieke midden proberen te vertegenwoordigen, eigenlijk failliet is. Ja. Ja, hoe denk je dat het verder moet? Nou, we hebben tegen de achtergrond van deze manier van denken al jarenlang geprobeerd, ook via serieuze gesprekken op hoge niveaus in Den Haag, tot nu toe zonder succes overigens, om een ander politiek bestel voor te stellen wat heel eenvoudig was. Helaas is de koning niet meer zo belangrijk in die formatie, wat we erg dom vinden. Maar die zou kunnen zeggen van, er zijn verkiezingen geweest. Ik stel voor dat er een formateur komt, hoe noemen we dan, die gaat onderzoeken of al die partijen in dat kabinet kunnen. Naar raad of van de Tweede Kamer, met een zekere drempel. En dan komt het gesprek over al die waarden, want al die waarden doen ertoe. Ook die waarden van het PVV overigens, mits niet te overdrijven, maar dat geldt voor iedereen. Ja, nee, zeker. Die doen ertoe. Ja. Neem ze dan vanaf het begin mee en ga dat niet allemaal demoniseren en buitensluiten. In die treffenzaal, in de beslotenheid van de regering, waar de pers heel erg belangrijk niet bij is, daar veranderen mensen, ik heb het in mijn leven zelf veel gezien, daar veranderen die mensen van mening. Die luisteren naar elkaar, die veranderen van mening. Buiten de deur kan dat niet meer, want als jij van mening verandert als minister, dan ben je bij pauw, s'avonds laat, 10:15, ben je al afgeserveerd, want dan ben je een mietje die van mening verandert. Dat kan niet. Dus dat hele idee, daar moeten we vanaf. We moeten ook dus die strijd om het plus, moeten we ook mee ophouden. Dat kost 80% van de Haagse energie, is mijn persoonlijke inschatting. Wanneer je altijd in dat kabinet komt, met één minister, met twee of met drie, dat hangt dan van de verkiezingen af. Ja. En wat je dan levert, hangt van de expertise af die je kunt leveren. Misschien heeft de PVV een hele goede waterstaatingenieur voor verkeer en waterstaat. Ja. Noem het maar op. Ja. Dan kun je
samen in een zekere samenhang iets gaan doen. Ja, dus je zegt eigenlijk elke partij die voldoende zetels haalt... zou moeten worden uitgenodigd om te participeren in het kabinet. Ja. En in je boek stel je volgens mij ook referenda voor? Naar het Zwitserse model? Nee, ik stel wat Zwitserse model voor. Maar referenda vind ik toch een beetje eng. Omdat daar dus het luisteren naar elkaar... wat in die verslotenheid van die regering gebeurt... en wat ik ook heb zien gebeuren... Ja. Paars 1 in de jaren 90, dat waren socialisten en liberalen bij elkaar aan tafel. En dat was, daar werd naar elkaar geluisterd. Dus dat kan. En dan is een referendum waarbij dus allemaal populistische dingen en belangen uitspelen tegen elkaar. Nu helemaal in deze tijd van Twitter en Facebook. Of dat verstorend werkt, zou ik zeggen, wees voorzichtig met die referenda. En wat verwacht je dan dat er nu met de verkiezingen gaat gebeuren? Of dat verder gaat? Nou ja, ik hoop dat iemand het de moed heeft om voor te stellen... om dus nu de boel overziende en de enorme problemen... waar wij dus nu in het Westen mee zitten, op alle denkbare fronten... dat wij eens ophouden met dit gedoe... en dat we de volwassenheid hebben om al die partijen bij elkaar te brengen in het kabinet. Dat zou echt een enorme stap voorwaarts zijn. En dat we dan dus de grote onderwerpen waar het echt om gaat... dat is dat financiële bestel. Dan praat je over het hele fenomeen van de bedreigingen... van de uitputtingen van de aarde. De enorme bevolkingsgroei die er nog aankomt. Ja. Dus ook de enorme migratieproblemen. Ja. In Noord-Afrika, het Midden-Oosten komen er 250 miljard mensen bij. Er is nu al geen bestaanszekerheid daar. Dat neemt alleen maar af door die klimaatverandering. Dus we zitten met gigantisch problemen. We hebben een enorme dialoog islam versus het vanouds christelijke Westen hier in onze huidige samenleving. Dat zijn enorm problemen. Die worden eigenlijk allemaal, tot nu toe worden die allemaal vermeden. Er wordt wat mij betreft heel vaak de schijn opgehouden dat er beleid wordt gevoerd. Ja. Dat is dan heel erg ingewikkeld doorgaans en dus onuitvoerbaar en onbegrijpelijk. Ja. En op deze manier gaan we het niet redden. Ja, want dat is denk ik wat vaak bij Weltschmerz de boodschap is... dat de belangrijkste onderwerpen niet worden besproken. Ja. En dat zit denk ik inderdaad ook heel erg in het politiek systeem. Dat als je dat gaat doen, dan steek je je nek uit... en dan word je eigenlijk meteen afgeschoten. Ja. En de boodschap of de missie is eigenlijk hoe dat te realiseren. En ik denk dat wetenschap daar ook een belangrijke taak in heeft. Wat denk je daarvan? Of hoe zou die taak kunnen invullen? Wetenschap is dus nu eventjes de gebeten hond. Ja. Misschien moeten we als we geschoren worden even stilzitten. Ja. Maar we hebben dat natuurlijk wel over onszelf afgeroepen. Hè? Want weer in dit plaatje denkend, in die tijd van die verlichting... toen is dus die wetenschap ontstaan. Want die kerk, de waarheid van de kerk, wij zouden dat als wetenschappers wel gaan doen. Bij ons in Utrecht, by the way, is onze aula... dat is de voormalige kapittelzaal van de bisdom Utrecht. We lopen in toga's, petjes op, orgelspel. Het is overgenomen. Dus, gewoon overgenomen. Ja. Dus wij hebben dus daar zo'n absoluut claim op de waarheid uitgeoefend... net zoals die kerk dat eerder deed... dat we onze geloofwaardigheid hebben verloren. Mm-hmm. Want we bleken dus op een heleboel dingen dus niet alles te weten. Natuurlijk, de appel valt niet ver van de boom. Kun je 1000 keer mee experimenteren. Dat is sterke kennis. Maar de economie, dat is een eenmalig experiment... Hoe wou je dat herhalen? Dat is veel moeilijker om daar wetenschap te bedrijven. Ja. Dus dat hele spectrum van sterk en zwakke kennis... is abusief aangezien voor goede en slechte wetenschap. Wat helemaal dus niet met elkaar te maken heeft. Dus daar zijn we onze geloofwaardigheid verloren. Dus de postmoderniteit, rechtsonder in dat denken... daar bestaat de waarheid niet meer. Mm-hmm. Studenten zeggen tegen ons... science is so yesterday. Mm-hmm. Wetenschap is zo van gisteren. Mm-hmm. Waarbij dus ze bedoelen op die onrealistische claim... op de waarheid, deze keer van de wetenschap. Mm-hmm. We moeten dat terug zien te veroveren. Die wetenschap kan dus ontzettend goed helpen... om met elkaar tot enige beeld van de wereld te komen. Ik ben er erg gefrustreerd over het volgende. We hebben dus vanuit die milieu- en klimaatwereld 30 jaar... vanaf 1987 zo ongeveer... hebben wij gewerkt aan consensusvorming. Daar is onnoemelijk veel energie in gestopt. Duizenden wetenschappers over de hele wereld... zijn het eens over hoe het buiten werkt. Ja. We zijn voor 97% ook zeker van wat we daar zeggen. 3% niet. En we weten ook waar we het niet over eens zijn. Dat heeft te maken met allemaal nog weer wetenschappelijk inhoudelijke dingen. Maar dus die enorme consensus dat is rond het klimaat... daar zijn we trots op... Ik moet eerlijk zeggen dat bij de economische activiteit als wetenschap... dat daar het tegendeel gebeurt. Daar hebben wij de afgelopen jaren gepoogd... om dus ook daar tot een dergelijk consensusproces te komen.
totaal mislukt. Er is ook geen enkele neiging, moet ik vierkant zeggen, bij economen om uit al die scholen, de Oostenrijkse school, de post-Keynesianen, de neoclassiekers enzovoort, om daar tot enig consensus te komen. En daardoor heeft de politiek ook geen enkel baat bij die kennis, want voor iedere ideologie is wel een econoom of een economische school te vinden die daar iets over zegt. Ja. Maar dat is niet een manier om verder te komen. Nee. Dus bij klimaat is dat wel gelukt. Acteren we overigens desondanks nergens op. En bij de economie is dat verder van huis dan ooit. Maar hoe zou de economische wetenschap eruit kunnen komen? Door het op dezelfde manier als wij dat bij het klimaatpunt hebben gedaan, door het maken van door wetenschap te bedrijven en die uit te wisselen, door jezelf op te sluiten. Ik ben als jonge man ook opgesloten in hotels wekenlang, waarbij we met andere mensen uit andere landen moesten zien dat we dus met één verhaal kwamen en aangeven waar we het wel niet met elkaar eens waren. Nee. Zo werkt wetenschap. Ja. En dat doen ze niet. Dus ik zou zeggen, sluit je economen op in een beetje goed hotel. Ja, nou dat lijkt mij een goed idee. En dan, wat denk ik ook op heel veel gebieden speelt, en interessant is om nog even te bespreken, is complexiteit. Ja. Want jij zegt ook dat complexiteit is op zichzelf een probleem geworden, waardoor we eigenlijk heel moeilijk dingen kunnen veranderen of het zeg maar zelfs kunnen begrijpen. Ja. En er zijn ook voorbeelden uit het verleden waarin het gelukt is om complexiteit te reduceren, om weer versimpeling te realiseren. En ja, de financiële wereld is natuurlijk een voorbeeld, maar ik denk ook de juridische wereld is een voorbeeld. Ook in de politiek zie je dus steeds meer complexiteit, waardoor het eigenlijk totaal onmogelijk is om te veranderen. Ja. En zijn daar uitwegen? Ik denk het wel. Kijk, het is ontstaan in die overgang van van waarden in het collectieve. Die roepen ook uniformiteit op. Die paus die zei, vanuit het vroege christendom, iedereen dacht er het zijn ervan, qua geloofsovertuiging in de voor 400. Dat is geuniformeerd door de paus. Die zei, we hebben één catechismus. Ja. Dus dat is een vereenvoudiging geweest. Ja. Die collectiviteit en dat universalisme, dat vereenvoudigt. Ja. Toen gingen we over terug. Eigenlijk nu in onze tijd gaan we terug naar van het universele naar het specifieke, naar het individuele, naar diversiteit. En in die overgang, daar komt die complexiteit terug. Want nu moeten we dus ineens moeten we al die individuele wensen en gesteldheden en al die diversiteit moeten we een plek geven, accommoderen. Mm-hmm. En dat roept dus die enorme complexiteit op, aan de ene kant. Puntje twee. Die complexiteit wordt ook prettig gebruikt om een heleboel dingen die niet goed zijn en die gebeuren, om die achter een rookgordijn te laten plaatsvinden. Ja. Dus er wordt ook veel complexiteit gezocht. Om even maar een voorbeeld te geven op mijn vakgebied. Wij hebben in de jaren 90 ook als Milieuplanbureau RIVM onze kennis bijgedragen aan de discussie over een CO2-prijs. Er waren twee schema's. Eén eenvoudige vlakke tax CO2. Op iedere ton CO2 die je uitstoot, kan je uit je hoofd uitrekenen, zoveel euro heffing. Ja. Wat nu ook wordt voorgesteld door GroenLinks eigenlijk, in die radicale vergroening. Ja. En het andere alternatief was een verhandelbaar emissiesysteem met de rechten die je moest kopen en zo. Dat laatste hebben ze gekozen, omdat in de wandelgangen werd gezegd, 's avonds laat, dat is zo ingewikkeld, dat gaat toch nooit werken. En daar zie je dus een voorbeeld dat ingewikkeldheid wordt gebruikt om toch nooit aan het werk te komen. Dus dan is het uitstel van beleidsmatige acties die we moeten nemen, die misschien ook wel voor dezegene pijnlijk zijn, dat wordt dus door een laag van ingewikkeldheid wordt dat dus gewoon voorkomen. Mm-hmm. Er wordt een rookgordijn neergelegd. We zijn nu 30 jaar verderop. 30 jaar, 25. En het werkt voor geen millimeter. We hebben een CO2-prijs van 4 euro voor een ton, moet zijn 40 à 80. Maar waar komen die rookgordijnen dan voornamelijk vandaan? Die worden dus ook in de wisselwerking tussen de overheid en stakeholders, belanghebbenden, ontstaat dat. Het is voor een deel ook, ooit een hele interessante discussie gehad, ook met Tweede Kamerleden na een zitting die eerder afgelopen was dan we dachten. Toen kregen we het daarover. Ook Kamerleden dragen daaraan bij. Ja. Heel goed bedoeld om de laatste bijstandsmoeder, bedoel ik niet badinerend, maar heel ernstig, tegemoet te komen. Wordt er een uitzondering gemaakt in het belastingregime. Mm. Waardoor we dus eindigen, goed bedoeld, met een belastingstelsel wat niet meer te overzien valt. Ja. Goed bedoeld. Dus daar zie je dus dat het ook die neiging om dat maatwerk te leveren tot die complexiteit leidt. Wat zou moeten gebeuren is dat je de moed hebt als overheid om te zeggen wat de Romeinen, de Oost-Romeinen in Constantinopel, tegenwoordig Istanbul, 400 jaar
steeds 100 jaar geleden deden, namelijk vereenvoudigen. Ja. En dat deden ze daar, hebben ze 1000 jaar mee volgehouden. Wij kunnen dat dus ook doen. Dus heb de moed om een eenvoudig belastingsschema te maken. Heb de moed om dat hele klimaatprobleem aan te pakken met 1 prijs voor CO2. Laat de markt zijn werk doen, ja. Eenvoud. Ja. Maar daar, dat doen we dus niet, want dat komt ons niet uit. Ja. Dus we laten het eigenlijk liggen. En misschien tot slot, je stelt ook eigenlijk dat er een nieuwe inspiratie nodig is. Ja, en wat zou dat kunnen zijn in deze wereld? Er is altijd het idee hè, van dat je vindt dat dus bij mensen zoals Spengler, die is al bekend van dat hele mooie dikke boek De Ondergang van het Avondland. Dat vond iedereen heel pessimistisch, maar tegenwoordig heeft dat natuurlijk wel meer interesse, want de mensen denken van nou, zou eens kunnen. Maar ook Toynbee en Sorokin en zo, dat soort macro-historici, die zeggen dan van we lopen eigenlijk altijd door zo'n cyclus heen, ja. En dat kan je iets anders noemen dan wij dat hier gedaan hebben. Maar we eindigen in de huidige situatie en wil je dan weer opnieuw in een nieuwe ja. life cycle komen als ja. maatschappij, dan is er een sterke inspiratie nodig. Ja. In onze cyclus, die dus nu afloopt, was dat het vroege christendom. Waarbij ja. dus ineens een hele nieuwe sterke inspiratie daar was. Ik zou niet weten wat die nieuwe inspiratie kan zijn. Aan de andere kant, misschien, en dat hoop ik dat wij, dat die nieuwe inspiratie eigenlijk wel de herontdekking van dat soort waarden is. Waarbij dus die oproep die ook in een heleboel religies, om niet te zeggen alle religies, in Oost en West zitten. Hou evenwicht in dat krachtenveld. Mm-hmm. Het verpand is dat wij de renaissance, dat is eigenlijk wat mij betreft de herontdekking van Aristoteles. Dat idee van terug naar Aristoteles, ja. dat steekt voortdurend als een veenbrand de kop op. En dat is dus eigenlijk een betoog over het idee dat wij als mensen een dynamisch evenwicht zijn in die fundamentele krachtenvelden van geest, materie, in de verticaal, en je eigen ego en de anderen. En dat je daarin dat evenwicht moet zien te houden, dat is ook de oproep in de Bijbel. Dat heet daar het eerste en het tweede grote gebod. Daarom is een Keltisch kruis een Keltisch kruis. Daarom Shakespeare, Mozart en al die mythelegendes zagen. Daarom Wagner en zijn Götterdämmerung, waarin de beschaving uit elkaar valt, middel profielende krachten. En Tolkien, waar dat juist behouden blijft. De Fellowship of the Ring, de vriendschap die de boel aan elkaar houdt, Aristoteles. Die les, die zouden we misschien, dat zou de nieuwe inspiratie kunnen zijn. Want uiteindelijk is dat het mechanisme ja. waarmee wij onszelf tot mens maken. Ja, dus dan is het dus op zoek naar een gemeenschappelijk mens- en wereldbeeld. Dat is ja. eigenlijk de oplossing. Maar dan heb je natuurlijk fundamentalisten die daar eigenlijk niet over in gesprek willen. En ik denk dat IS het belangrijkste voorbeeld is op dit moment. Ja. En wat moet je daarmee doen? Want ik ben het hiermee eens. Nou, laten we dat proberen. Maar er zijn mensen die dus buiten die cirkel op meteen zetten. En ik ja. wil er niet aan meedoen. Ja, maar dat zal altijd gebeuren. Ja. Het is heel verpand trouwens, want wat je nu zegt, dat is bijna het eind van de Tempest in Shakespeare. Ja. Daar tekent dus de tovenaar Prospero. Die maakt een cirkel op het toneel en die nodigt iedereen uit om daarin te stappen. Mm-hmm. Dus om zich naar het midden ja. te begeven uit die periferie van de eenzijdigheid en het kwaad. En iedereen doet dat, maar Antonio, een van die spelers daar, dat zijn eigenlijk onze karakters allemaal, die doet dat dus niet. Ja. Dus het is gewoon de vrije wil om dat te doen. Als IS-mensen zeggen, dat doen we niet, of andere fundamentalisten, of fundamentalisten uit onze huidige kapitalistische wereld zeggen, Wall Street, wij ja. doen niet mee. Ja. Oké, kan gebeuren, dat respecteren we dan. Maar dan is de kracht van wat er met die anderen gebeurt, dat wij een echte gesprek gaan organiseren tussen islam en westerse waardentoestand. Dat we daarvoor een grote conferentie optuigen naar het model van de klimaatconferenties. Dat nu echt agenderen. Dat wij dat hele financiële bestel tegen het licht durven houden en zeggen van dat gaat zo fundamenteel over ons waardepatroon. Zullen we het daar even georganiseerd over gaan hebben? Zullen we daar ook in de pers over gaan rapporteren in plaats van over al die Twitterfeitjes? Dan denk ik dat je een hele grote goede zaak doet. En dan zullen die uitersten zich daar toch uiteindelijk naar voegen. Dankjewel Klaas voor dit betoog voor het midden. Het was me waar genoegen.